plaats. Ja, voorzitter. Aanvullende, of eigenlijk verduidelijkende vraag daarop. Als ik het heb bijvoorbeeld, ik heb gesproken over Semmelcro in mijn bijdrage. Daar zie je vooral in de reacties heel veel haat of antisemitisme. Of, nou, ik heb een aantal reacties opgeschreven. Je wilt ze niet eens lezen eigenlijk zo erg. Ik lees ze ook niet meer. Sorry? Ik lees ze ook niet meer. Nee, voor de gemoedstoestand beter. Maar ik ben wel blij dat ik ze heb gelezen. Want dan zie je ook, niet allemaal, maar dan zie je wel wat veel mensen nog daarop schrijven. Kan dat dan ook bij een platform wat op zichzelf misschien een vrij onschuldig iets post, hè, dus een oproep tot een demonstratie bijvoorbeeld, maar dat die reacties daaronder niet gemodereerd worden, dat die niet verwijderd worden, dat het allemaal maar zo kan blijven staan, kan dat ook grond zijn, hè, om het dan te verwijderen? Daar zit ik een beetje naar te zoeken, van wat kunnen we dan echt doen tegen die verspreiding van antisemitisme, ja, en die haat? Missen. Ja, dat is een groot vraagstuk en het is ook nieuw. Want deze platforms die bestaan nu max een jaar of 10. En krijgen continu een nieuwe functie, ook in ons maatschappelijk en sociale leven. En niet altijd ten goede. Dus daar ligt een rol voor die bedrijven. Gisteren bij de Katshuis-sessie hadden we ook daar twee van deze grote bedrijven aanwezig. En niet per se degene die altijd heel erg goed meewerken. Ook om onder de aandacht te brengen hoe de online component van discriminatie, van haat, van opruiing een hele grote rol speelt in het echte leven van mensen. Het blijft niet online, het heeft impact in het echte leven. Dus op basis van digitale dienstenverordening, op basis van gesprekken met deze bedrijven, zijn we in een continu dialoog om dit proces te verbeteren. We kunnen niet een politieagent zetten op elke opmerkingen, rubriek onder elk bericht. Maar die diensten zelf hebben ook gewoon een verantwoordelijkheid om te zorgen dat het daar betamelijk blijft. Ja, en dan heeft de minister het over diensten, hè, bijvoorbeeld een Facebook of een Twitter of een Instagram. Waar het mij om gaat is, zeg maar, de eigenaar van het platform, van het account, zeg maar. Iemand die een account aanmaakt op Instagram, die daar iets op plaatst. En vervolgens komen daar heel veel haatreacties op. En dat wordt niet gemodereerd door zo'n organisatie. Want ja, ik zie het dan toch als een organisatie. Wat je daar dan precies aan kunt doen. Hè? Dus de post zelf hoeft niet zozeer haatdragend te zijn. Maar alles wat eronder komt wel. En als daar niks aan gedaan wordt, dan blijft zich dat verspreiden. Als je soms ziet de meest walgelijke reacties gewoon duizenden likes krijgen. Ik vind dat gewoon onvoorstelbaar. De minister. Ja, ik ben het daarmee eens. Nogmaals, dat is niet iets wat we allemaal vanuit de overheid kunnen doen. Die bedrijven hebben daar ook echt een verantwoordelijkheid in. Net zoals ze een verantwoordelijkheid hebben in te werken aan hun algoritmes. Dat we niet alleen maar meer van hetzelfde te zien krijgen, maar dat mensen ook meer diversiteit in hun meningenaanbod krijgen. Nee, ik maak me daar groot zorgen om. Ik heb veel debatten met uw Kamer over online criminaliteit en dit soort sites. Ik heb best de analogie getrokken dat je stuurt je kinderen ook niet een donkere wijk in s'avonds waarvan je weet dat mensen elke avond worden beroofd. Maar we sturen ze wel dit soort wijken in op het internet. Want dat zijn het. En er is geen politie daar. Maar wel die criminelen die je ook in het echte leven tegenkomt. En die maken net zo goed misbruik van je. De heer Baudet. Dank u wel. Ja, ik wilde hier toch even op ingaan. Want de minister heeft het over een criminele wijken. Maar we hebben gewoon het strafrecht voor wat crimineel is. Hè? En als ik het goed begrijp, gaat het hier over uitingen die op zichzelf niet strafbaar zijn. Alleen die meningen verkondigen waar u het misschien niet mee eens bent, of mevrouw Van der Plas het niet mee eens is. Maar we hebben toch als principe in Nederland vrijheid van meningsuiting behoudens wat wettelijk verboden is. Dat wil dus zeggen oproepen tot geweld of bepaalde vormen van aanzetten tot haat of dat soort zaken. Maar verder is er toch vrijheid van meningsuiting of toornt de regering daaraan? Wil de regering eigenlijk meningen verbieden en dus ook vergelijken met criminele meningen
Alleen omdat die hen niet aanstaan, maar zonder dat dat verder tot een strafbaar feit leidt. Nee, zeker niet. En ik denk ook dat mevrouw Van der Plas en ik het in dit debatje hadden over strafbare uitingen. En ik kan u onder een heleboel van mijn tweets, kan ik u een heleboel strafbare uitingen laten zien. En dat zijn er misschien wel 100 op een dag. Maar ik ga daar geen aangifte van doen. Dus ja, de online wereld en de offline wereld zijn strafrechtelijk hetzelfde. Maar de handhaving is dat niet. En de proliferatie online is ook zodanig dat het ondoenlijk is om daar als politieagent paal en perk aan te stellen. Dus ja, nee, we tornen daar helemaal niet aan. Maar we zien wel dat de proliferatie van strafbaar gedrag, hè, wat in normaal personenverkeer strafbaar zou zijn, dat het online enorm is en dat de handhaving daarvan, ook door die platforms, heel veel te wensen overlaat. Maar ik vind het wel jammer dat ik dan niet toch ook hoor van de kant van de regering, en dit is een breder punt hoor, wat ik niet alleen nu heb, maar in het algemeen, het belang van een in principe zo vrij en open mogelijk debat. En ik denk toch wel dat het een grijs gebied is. Kijk, strafbare uitingen, het is ook heel vaag als het gaat om opiniedelicten, hè, meningendelict, belediging. Ja, wat is belediging? Ik kan het beledigend vinden als iemand iets zegt over het verleden van Nederland. Iemand het glorieuze koloniale verleden van Nederland bekritiseert, dan kan ik dat beledigend vinden of zo. Dus je kunt dat heel makkelijk oprekken. Je kunt er heel makkelijk kun je zeggen, ja, maar dat is... Dus, waar hebben we het nu eigenlijk over? En ik vind het echt heel belangrijk. Zoiets als Semokro, volgens mij is dat is een groot kanaal. We gaan het over waar heel veel mensen zich mee bemoeien in Nederland, commentaar leveren. Voelt deze regering wel voldoende het belang van de vrijheid van meningsuiting? Of is het eigenlijk zoiets van, nou ja, mag wat mij betreft wel worden verboden. Gezondheid. Dank u. Ja, de rivier is nog aan het bijkomen van een griep. De minister. Ja, voorzitter, ik weet niet hoe diep we dit debat in moeten gaan in het kader van wat er gebeurd is in Amsterdam. Wat mij betreft gelden dezelfde regels online als offline. Dat betekent dat je best een open en vrij debat kan hebben. Maar op het moment dat er strafbare uitingen worden gedaan, dan moeten worden opgetreden. En dat geldt ook op een kanaal als Semokro, of dat nu 1,5 miljoen volgers heeft of 3. Als er strafbare uitingen worden gedaan, dan moet die worden verwijderd. Zo simpel is het. Laat ik dan de vraag heel anders en kort stellen. Ik weet dat we, maar ziet de regering, bij monden van deze bewindspersoon, ook een gevaar in het oprekken van de definitie van opiniedelicten? Hè? Zoals antisemitisme, dat kan zijn hele uitgesproken afwijzing van mensen vanwege een etnische herkomst. Dat is een zeg maar nauwe, precieze definitie, zou je kunnen zeggen. Maar een vage definitie is natuurlijk dat je op een gegeven moment maak je een vergelijking tussen ongevaccineerden en de Tweede Wereldoorlog. En dan kan je ook maar zomaar voor antisemitisme worden veroordeeld. Of de heer Wilders, die migratiekritiek heeft, die is veroordeeld voor racisme. Dus het zijn termen die heel makkelijk, heel breed kunnen worden opgerekt. En dan kan de regering dus zomaar een heel vrij debat gaan verbieden. Ziet de regering daar ook een gevaar in? Bent u het met mij eens dat het een glijdende schaal is die we niet op moeten gaan met elkaar? Dat we de definitie van die termen heel precies moeten houden? Minister. Ja, ik ga er heel kort in zijn. Nee. Online is offline, offline is online. Alles wat geldt in de echte wereld, geldt ook in de online wereld. Dus ik rek helemaal niks op. Er is geen glijdende schaal. Wat u tegen mij kunt zeggen in de echte wereld, dat kunt u ook online doen. En waar ik u hiervoor zou aanklagen, dat moet u ook online niet tegen mij zeggen. De minister vervolgt zijn betoog.